Hey mensen, tof en vet dat jullie kijken naar een gloednieuwe aflevering van Midpack. Jongens, ik heb er super veel zin in. Wat wij vandaag gaan doen, wij gaan weer een extra plekje maken. Maar Sam, je hebt al zoveel ruimte. Waarom heb je nog meer plekjes nodig? Nou jongens, ik zal het even vertellen. Als jij de vorige keer niet bij was bij de livestream, wij hebben dit afgemaakt. Nou ja, wij, eigenlijk Spear en Joey, hebben dit afgemaakt. En ik ben begonnen met Botania. Een gloednieuw, echt gewoon helemaal een nieuwe mod voor mij. En ik heb er nog nooit iets van gelezen. Ik weet er helemaal niks van. En ik zal het deze aflevering ook niet gaan doen. Want ik wil er eerst even wat over weten voordat ik het in een video ga showcase, ga laten zien van hoe het allemaal werkt. Wat ik deze aflevering ga doen, ik ga een Botania plekje maken. Ik zal eerst even uitleggen in een kort wat Botania is. Nou, zoals ik al zei, ik weet het ook niet 100% zeker wat het nou allemaal is. En wat het allemaal doet en wat ik eruit kan krijgen. Dat weet ik zelf allemaal niet. Wat ik wel weet, is dat het met heel veel natuur te maken heeft. Botania, het heeft met natuur te maken. Mana en energie. Nou, niet energie van elektriciteit. Wel, hier staat pretty much. Dit is eigenlijk alle belangrijke dingen. De basic mechanics, mystical items. En weet ik wat, een altaar moet je maken. Je kan Terra Steel maken, je runic altaar. Geen flauw idee ook wat het allemaal is. En dit allemaal. Ik heb geen flauw idee. Maar daar ga ik dus allemaal achterkomen aanstaande zaterdag. Oftewel gewoon morgen. Om 1 uur ga ik ongeveer voor een 1,5 uur tot 2 uur gaan wij Botania doen. En mij lijkt het super tof als jullie ook even komen kijken. En wellicht ook wat van Botania gaan leren. Het is in ieder geval heel erg handig. Maar dan denken jullie waarschijnlijk van, Sam, wat wil je deze aflevering dan gaan doen? Nou, dat is eigenlijk heel erg makkelijk. Zoals ik al zei, Botania moet je met heel veel natuur doen. En weet ik, mana en plantjes fixen en weet ik veel wat allemaal. En nou, ik heb dat niet echt. Ik heb niet echt een mooi plekje waar ik natuur kan neerleggen, waar ik jou... Gewoon echt mijn natuurplekje. Want ik heb alles industrieel aangepakt. Alles gewoon, you know, ik wil hier een gebouw. Ik wil daar een gebouw. En ik wil daar energie gaan maken. En ik wil daar CO2-uitstoting hebben. En daar weet ik veel wat. Ik wil geen groene energie. Ik wil... Oké, dat is wel groene energie. Maar jullie begrijpen mijn punt. Ik heb niet echt een mooi plekje nu om Botania te doen. Nou, ik kreeg te horen dat ik Botania hieronder gewoon kan doen. Voor de meeste parts kan ik gewoon Botania ondergronds doen. En nou, daar ben ik dus ook nu al mee bezig. Dit wordt helemaal voor mijn Botania. Maar... Je hebt ook een paar dingetjes die je boven grond moet doen. En mij leek het heel erg tof als wij dat plekje vandaag hier gewoon op YouTube gaan doen. Dus... Maar dan denken jullie waarschijnlijk dus van... Waarom ben je hier en waarom doe je dit op YouTube dan? Nou... Come on. Ik kan dus dit ook allemaal Botania oplezen. En gewoon precies één voor één van het internet aan jullie geeft van, yo guys, zo moet het. Nou, dat werkt best wel goed. Jullie vinden dat ook best wel chill. Jullie leren daar ook wel eens van. Maar ik heb nooit echt een mod geleerd via jullie op mijn livestream. En mij lijkt dat ook een keer een leuke ervaring. Als jij de livestream niet kan zien of je bent er niet bij, je kan hem altijd gewoon terugkijken op Twitch. Het is meestal gewoon 1,5 uur dat ik Midpack ga livestreamen. Maar wat ik wil vandaag gaan maken, ik wil een elevator gaan maken. Dus ik wil eigenlijk dit hier zo, wil ik even eruit halen en wil ik zo gaan maken. Hoppakee. En wil ik hier dus helemaal naar beneden. En dat zal ik... Ik weet dat doe ik nu gewoon, want waarom niet, toch? Nee, dat kan niet. Hij moet nog eentje verder. Ja, hij moet nog eentje verder, want eigenlijk wil ik dat hij... Oh nee, shit. Dit werkt niet eens. Wacht, ik wil dat hij eigenlijk hier uitkomt. Kan dat? Is dat mogelijk? Oh, dan komt hij daaruit. En ik wil heel graag eigenlijk dat hij hier ergens uitkomt. Dat hij hier achteruit komt. Weet je wat, anders laat ik hem gewoon lekker daar. Dat maakt in principe niet veel uit. Ja, ik denk dat het beste is dat wij hem anders... Oh, nee, wacht. Ik heb een veel beter idee. Oh, wacht. Nee, oké. Ik ben het nu allemaal aan het kapot maken. Ik ben ondertussen een beetje aan het denken hoe ik dit wil gaan aanpakken. Ik heb nu een leuk ideetje. Deze moet zo. Dus, wat nou als wij hier gewoon een sterks omlaag gaan maken? Dus deze blijft zo. Want die kunnen we denk ik ook niet weghalen, toch? Oh, wacht. Deze moet gewoon hier.
Oh, come on. There we go. Hoppakee. Kijk, dus dit ziet er nu gewoon nog normaal uit. Maar wat ik uiteindelijk dus wil gaan doen, is dat dit gewoon als een trappeke naar beneden gaat. En deze kunnen we dus niet weghalen. Dus dat betekent dat wij eigenlijk nog meer van die cobblestone tiles nodig hebben. Maar laten we zeggen van dat we het zo doen en dat we nu zo rustig omlaag gaan. En nog eentje omlaag gaan. En dan uiteindelijk gewoon met een rondje zo gemakkelijk naar beneden. Waarom ik dit wil doen, is dat wij dus vanaf beneden heel snel naar boven kunnen gaan. En dat wij meer gangen in mijn Botania lab kunnen krijgen dan één gang. Want één gang is niet echt veel. Ik bedoel, het is wel genoeg. Maar ik vind het vet om meerdere gangen ernaartoe te maken. Dus dat is wat ik nu ga doen. Ik ga proberen dat helemaal zo naar beneden te maken. En we hebben ook even wat cobblestone tiles. Maar dit wordt dus mijn Botania Garden. En het is dus heel erg klein, zoals je al ziet. Het is echt niet groot. Het ding is echt ontiegelijk klein. Maar ik denk dat het juist wel goed is dat het klein is. Want dan is het compact. En ik heb denk ik ook niet zo super veel ruimte nog. Als ik wel veel ruimte nodig heb, dan kan ik altijd gewoon alles verplaatsen. Zoals ik al zei, ik weet niet veel van Botania. Als jullie tippies hebben of jullie willen mij leren, jongens. Je kan altijd op mijn Discord komen. Is altijd wel handig. Of je kan gewoon de livestream joinen en daar gewoon gaan uitleggen hoe dingen moeten. Oké, ja, we hebben even wat dirt nodig. Hoppakee, nou dat is genoeg dirt. Ik ga ondertussen even allemaal andere blokken ga ik even wegleggen. Hoppakee, zo... Bam, bam. En Endoflame heb ik nog nodig. Ik heb al die bloemetjes wil ik graag nog in mijn inventory houden. Want ik weet echt helemaal niks van. Dus van Botania. En als ik al die bloemetjes weg ga stoppen. En jullie zeggen van Sam, bak de Endoflame. Dan zit ik echt van, what the fuck is de Endoflame? Dus ja, die hou ik ook liever gewoon in mijn inventory. Maar dit gaan we in ieder geval even helemaal volmaken. En dit wil ik ook recht hebben. Want wat ik uiteindelijk hier wil gaan doen. Ik wil gewoon een mooi hekje omheen maken. Zodat ik zie van, hey jongens. Dit is echt mijn stekje. Dit is echt mijn garden, mijn Botania garden is dit gewoon. En ik denk dat wij een vette fan... Wat voor... Heb je roze fences? Want ik vind... Ik denk dat Botania... I don't know. Ik denk dat roze wel erbij past. Omdat je heel veel van die roze particles zag ik. Toen ik bij Kim en Alicia hun basis was. En hun hebben ook Botania. Ik weet... Ik kan herinneren dat ik in ieder geval heel veel roze particles zag. Dus misschien is het ook wel vet om dat aan te pakken. Ik weet het niet. Dit is in ieder geval klaar. Hoppakee. En dan willen we eigenlijk nu die fences dus neerleggen. Of willen we hem ietsje verder maken? Want dit ziet er nu wel erg... Dit lijkt gewoon letterlijk op een chunk. Gewoon... Pff, dat ik het hier zo heb neergelegd. Dus ja, jongens. Ik wil hem wel even ietsje verder maken. En iets natuurlijker ook maken. Dus dan doen wij gewoon zo. Hoppakee. Yes. En nog een klein beetje verder. Ik denk dat dit wel genoeg is. Ik denk dat dit wel goed is. En dit ziet er ook iets beter uit. Gaan we ook iets meer naar de achterkant. Waardoor het even wat natuurlijker eruit ziet, denk ik. Hoppakee. En dan moeten we straks even van die fences maken. Dat komt uiteindelijk wel allemaal goed. Want dit hoort natuurlijk gewoon bij mijn basis. En ik wil niet een trap naar boven maken, by the way. Dus ik wil echt die trap wil ik hier houden. Dat je gewoon heel makkelijk zo naar beneden kan. Of is dat wel handig? Ik vraag het me af. Moet ik het niet ergens anders maken? Want ik kan hem ook gewoon hier maken. Ik denk dat het hier beter is. Ja, weet je wat? Ik ga dit gewoon allemaal weghalen. En ik denk dat dat inderdaad... Ik denk dat ik het gewoon slim moet gaan aanpakken. En wat ik momenteel doe, ik pak het niet slim aan. Dus wij gaan het veranderen hier naartoe. En dan hebben we ook eigenlijk even wat meer ruimte. Hé, hey, ik wou net zeggen, waar is mijn basalt? Want ik heb wel heel veel basalt gewoon weggehaald. Bam, bam. Zo. Ik mis één basalt. Die ligt hier. Die ligt niet daar. Oh my god, ik gooi allemaal basalt weg. Oh, daar ligt die. Kijk, hoppakee. 3 basalt. En die kunnen we dan nu gewoon weer zo terugleggen. Oké, dus dit willen we zo nog niet. En dan missen wij hier gewoon een dirtblokje. Hoppakee. Boop, 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 boop. En wat marble ook natuurlijk. Laten we het anders... hier gaan maken. Is dit beter? Kijk, hier hebben we sowieso veel meer ruimte. En ik denk dat deze beter is hier, ja. Dus wat nou als wij dit weg gaan halen, dat we het gewoon zo gaan doen. En dat wij hier iets meer ruimte krijgen. Zo. Deze moet ook even weg. Kijk, nu hebben we iets meer ruimte. En dan maken we dit uiteindelijk ook allemaal van basalt. Kijk, dit kan hier gewoon blijven. Maar ik wil dat het gewoon echt...
ik wil hier uiteindelijk dat dit ook allemaal dicht is, dat het gewoon makkelijk naar beneden gaat. En nu laat ik even zien van, hé, zo lijkt mij het wel vet. En dan wil ik gewoon heel makkelijk, gewoon in één keer omlaag. En dat we een soort van shuttle gaan maken. Dat je gewoon heel makkelijk met je jetpack heen en weer kan. Oké, dat is eigenlijk wat ik wil gaan doen. Wat we even moeten snel even checken, is wat voor niveau mijn Botania Lab is. Die ik nog eigenlijk helemaal niet heb laten zien vanaf beneden. Dit is 45. Kijk, tip ik even in. 45. Dit is mijn Botania Lab. Nou, eigenlijk helemaal niks speciaals aan. Helemaal niks speciaals aan. Nog niet. Uiteindelijk wil ik hier dus dat je zo'n shuttle kan maken. Dat je bijvoorbeeld hier naartoe gaat. Ik moet hem wel echt hier gaan maken. Dat je in één keer gewoon omhoog kan. En dan ben je bij mijn garden. Dat lijkt mij wel badass. Dus 45 is hij. Betekent dat wij, even kijken, we zijn momenteel 63. Wij mogen wel even wat lager. Hij mag naar 45. Oké. Dus hij mag tot 5 blokjes. Zo. Dit is het perfecte locatie. Is de perfecte locatie voor de shuttle. En dan kunnen we dit gewoon dus. Wat is een shuttle? We vragen jullie waarschijnlijk af. Nou, dat is eigenlijk een woord waar ik net gewoon op kwam. Het is gewoon eigenlijk om heel makkelijk snel naar boven en naar beneden te gaan met je jetpack. Zodat je gewoon makkelijk snel naar beneden kan jumpen waar water op de grond is. Dus je kan gewoon zonder fall damage kan je naar beneden jumpen. En je kan met je jetpack in één keer gewoon omhoog gaan. En ik weet niet zeker of ik ladders ga toevoegen. Ik denk het niet, want ladders, ik bedoel, ze zijn wel leuk, maar ze zijn wel heel erg traag. Nu zie je dat we ook even eigenlijk nog deze kant op moeten. Je wilt natuurlijk perfect uitkomen. Dat is natuurlijk het vetste. Precies op het hoekje. Zo. Dus wij gaan ook gewoon eentje nog verder. Hoppakee. En het ziet er misschien wel een beetje raar uit. Omdat ik eigenlijk gewoon eentje naar rechts moest gaan. Maar dat maakt in principe niet uit. En dan gaan we dus nu gewoon met 3x3. Kunnen wij zo verder gaan. En als ik nu gewoon één zo doorloop. Dan kom ik als het goed is zo in het midden uit. Met gewoon één blokje naar links. Correct. En dan hebben wij dus nu gewoon één makkelijke shuttle naar boven. En dan kunnen we gewoon de hele tijd heen en weer met ons jetpack. Wat natuurlijk super gunstig is. Dan wil ik eigenlijk nog even een fence gaan maken. Lijkt mij ook best wel heel handig om te doen. Kijk, dit wil ik uiteindelijk ook even allemaal mooi gaan maken. Het moet natuurlijk 3x3. Dus het moet ook nog even de bovenkant weghalen. Zo, hoppakee. En ik ben heel erg benieuwd wat ik allemaal kan doen, gaan doen met Botania. Botania is een aardig grote mod. Maar ik ben, kijk, kunnen we gewoon zitten zo doen. Hoppakee. En je bent in de garden. Zo makkelijk is het. En dan wil ik dus al het basalt wil ik even anders gaan aanpakken. Ik wil uiteindelijk dus dat we hier zo'n soort van deur maken. Dat je gewoon zo, ploep, deur gaat open. Bam, kan je erin. Ik wil de roof hier ook even iets lager maken. Zodat ik niet daar naar boven knal. Allemaal van die kleine dingetjes die ik uiteindelijk wel ga fixen. Ik vind het nog steeds vet hoe het zo hier eruit ziet. Zullen we even helemaal naar boven gaan en kijken hoe mijn basis van boven eruit ziet? Als hij niet lekt. Dus dit is mijn basis momenteel. Het is best wel heel erg vet. Het is best wel ook heel erg groot. Dat is dus allemaal ons community projects. Daar is ons farm, dat is ons tree farm, dat is ons energy farm. Voor de rest, ik had eigenlijk verwacht dat Brent veel meer... Ik had ook verwacht dat mijn buurman ook even iets meer zou bouwen. Want dat ziet er eigenlijk nog steeds heel erg zielig uit. Maar ik heb ook zelf geen dak. Maar ik ben best wel te... Oké. Holy shit. Dat zijn superveel monsters. En als ik zeg superveel monsters, zijn dat echt superveel monsters. What the fuck doen die daar allemaal, yo? Die spannen er gewoon even net. Gewoon, yo. We spannen even 500.000 monsters daar. Want waarom niet? Oh man, dat is niet cool. Oké, weet je waar ik eerst voor ga? Ik ga eerst gewoon denk ik voor... Oh, die mag dood. Yes, deze mag ook dood. Ik ga gewoon lekker makkelijk voor de oude vertrouwde. Ze zijn allemaal dood. Stone fences. Ik denk dat dat wel chill is om even mee te beginnen. Totdat wij ander soort hout gaan fixen. Want ik neem aan dat je met Botania ook ander soort boompjes kan maken. Nou weet ik dat niet 100% zeker. Misschien wel. We gaan het allemaal meemaken. Ik weet, zoals ik al zei, niet veel van Botania af. We gaan heel veel dingen ontdekken. Heel veel dingen gaan wij... is nieuw voor mij. En ze despawnen ineens ook allemaal. Wauw. Dat is magisch, dude. Ik begrijp echt niet wat er gebeurt hier. Echt geen flauw idee. Oké, dus dit wil ik even hier allemaal rondom leggen. Zodat we niet aangevallen worden door de buitenkant. Hoppakee. Ik weet dat we hier wel uiteindelijk een beetje heel weinig ruimte ervoor hebben. Wat wel een beetje irritant is. Maar dat is denk ik geen probleem.
En dat gras gaat ook langzaam verder. Kijk, dan hebben we in ieder geval hier een kleine garden. Wat er natuurlijk wel super vet uitziet. En, nou, kijk, als... Oh shit, dat is een creeper. Als we dus snel naar beneden moeten, bam, ben je hier. Hoppakee, kan je verder met Botania. Ik denk dat dat super chill is. Ik ben heel erg benieuwd. Ik hoop dat jullie allemaal er morgen bij zullen zijn, jongens. Morgen is dus tijd voor de Midpack livestream. Wij gaan Botania gaan wij doen. Dus ik zie jullie dan wel. Ik hoop jullie te zien dan in ieder geval. Bedankt voor het kijken, jongens. Check lekker gewoon weer de volgende keer. Bij een gloednieuwe aflevering van Midpack. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.